Welkom dames en heren bij deze tweede video. En in deze video ga ik het hebben over Bitfavo. Ik praat over Bitfavo omdat ik dit persoonlijk de beste exchange vind van Nederland. De meest gebruiksvriendelijke exchange vind. En het ontzettend makkelijk is ook voor beginners om account te maken, geld te storten en direct te beginnen met crypto. Bitfavo heeft een ontzettend goede zet gedaan door de gebruiksvriendelijkheid van dit platform toe te passen voor ook de beginnende trader. En dat is in die zin hun kracht, waar ze ontzettend, voor mij betreft, echt op nummer 1 daarmee staan. Daarnaast de hoeveelheid crypto munten die ze aanbieden zijn ook van een dusdanig niveau. En dat als je eigenlijk alleen op spot posities en spotpositie bedoel ik eigenlijk dat je dus alleen een vaste munt koopt en verder niet met hefbomen handelt, dat Bitfavo daarin echt meer dan voldoende is. En dus dat wat betreft even de intro. Ontzettend duidelijk hoe dit is vormgegeven. Dat staat uit eigenlijk buiten kijf. Hierboven hebben we eigenlijk allemaal een klein menu waarin we koersen kunnen zien. Nou, die zie je eigenlijk al hieronder. En je kan ze ook op meerdere manieren kan je dit bekijken. En we kijken hier alle 180 digitale valuta. Dat is eigenlijk hetzelfde als ik hierop klik. En dan zien we exact hetzelfde. We zien daarin de prijzen, de stijgingen van de afgelopen 24 uur. De hoogste stijgingen, de laagste stijgingen. Dus wat dat betreft kunnen we ontzettend veel daarin zien. Het volume zien we hier aan de rechterkant en je kan ook direct kopen. Eerlijkheid gebied te zeggen dat als je het wil kopen, dan zou je ook zien dat je eerst moet in gaan loggen. Voordat je überhaupt kan kopen. Want als ik nu wil gaan kopen, dan moet ik inderdaad eerst iets aanmaken. Nou, dat gezegd hebbende gaan we even helemaal terug naar hetgeen waar we waren. En nou, Bitfavo. En dan zien we dus, hebben we de koersen net even snel gezien. We hebben de producten kunnen bekijken. We hebben een exchange. En dus daar kunnen we dus echt handelen tegen andere handelaren. En dat betekent dus dat je daarmee dus ook een volwaardige exchange bent. Die kunnen we straks later gaan bekijken. Maar ik ga je eerst voorzien van de basisinformatie. Want ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. En nogmaals, voor beginners is dit een ontzettend fijne exchange. Daarnaast gebruik ik hem zelf ook om crypto aan te kopen, te verkopen en om terug te storten op je rekening. Want het laatste is voor heel veel mensen belangrijk. Binnen Bitfavo is dit binnen een dag staat het op je rekening. En dat is ook hun kracht. En dat dingen heel erg snel gaan. Goede support hebben ze. Vandaar dat dit mijn nummer 1 is. Wil je overigens hiervoor aanmelden voor Bitfavo? Gebruik dan de link hieronder in de beschrijving van de video. Dan krijg je ook direct 1000 euro fee korting. En dus dat scheelt voor de eerste. Dus op de eerste 1000 euro van handelen betaal je geen transactiekosten. Voor 7 dagen. Producten, exchange gaan we zo naar kijken. Informatie, de handelskosten kan je hier vinden. Dus als je iets koopt, wat je dat dan kost. Als je iets verkoopt, wat het dan kost. Hun verhaal, vacatures en veiligheid. We kunnen ook eens kijken naar de kosten. Hè? Of dat heb ik net al gezegd. Support hebben we natuurlijk hier. We willen login registreren. En we kunnen ook nog de exchange op een andere taal zetten. Als we dat zouden willen. Ja, ze zitten overigens in Europa. Dus wat dat betreft is een ontzettend groot platform wat dat betreft. Goed, dan registreren. Wil je registreren, kan je eigenlijk hier van alles invullen. Je voornaam, achternaam, e-mailadres, wachtwoord. En natuurlijk moet je akkoord gaan met de privacy beleid en de algemene voorwaarden. En de risico's dat aan crypto zeker risico's zitten. Ja, dus dit krijg je eigenlijk allemaal in je mail. En dan kan je aansluitend kan je aanmelden. Met betrekking tot inloggen. Ja, dat ziet er dan zo uit. Ja, dus dit is het basisscherm wat je krijgt als je bent ingelogd. Je hebt een dashboard. Daarin staat de totale waarde van je portfolio. 187 euro momenteel. Je kan deze verder inzoomen. Afgelopen 7 dagen. Afgelopen 30 dagen. Afgelopen jaar. En eigenlijk kan je ook alles zien. Nou, dan moet hij wat langer laden. Je ziet ook dat ik meerdere malen heb uitgekeerd, betaald op rekeningen. Dus dat maakt Bitfavo ontzettend interessant. Dan kan je ook nog steken. Nou, je ziet ook, mijn digitale stekenvaluta is niet bizar hoog. Mijn stekingwaarde is $100. En je schatte waarlijkse beloning of geschatte beloning op jaarlijkse basis 8,18%. Daar heb ik overigens een compleet andere video aan gewijd. Omtrent staking, dat ga ik nu niet uitleggen. Die vind je op het YouTube kanaal.
En daarin, als je daarin intypt Bitfavo staking, dan vind je die direct eigenlijk. Dan hebben we nog wat over veiligheid. Nou, hier staat allemaal dat je two-factor authentication heb ik ingeschakeld. Dat is belangrijk. Verificatie van nieuwe apparaten. Ja, die moeten dus eerst nog langs mij, dat ik daar een akkoord op wil geven. Hè, dus niemand kan zomaar in dit account. Dan moet ik eerlijk zeggen dat belangrijk is om te doen. Dus nogmaals, doe dit direct. Hè, dat is je eigen veiligheid. En hier kan je eigenlijk alle apparaten, logboek, adresboek zien. Dan kan je geavanceerd. En bij geavanceerd, dat zal ik direct laten zien, dan kom je in één keer bij de exchange. Ja, dus dit is de exchange van Bitfavo. En daarin zie je dus dat je tegen de euro momenteel handelt. En we zien ook hier dat het Bitfavo tegen de euro handelen. En eigenlijk handel je alles in die zin tegen euro. Ja, dus dat is wel even een ander iets dan bijvoorbeeld op Bybit of andere exchanges, internationale exchanges. Dus dat daar wordt eigenlijk bijna alles op dollars gehandeld of tegen dollars gehandeld. Dus die prijs zal je daarin dus moeten, die zal je daarin dus een beetje gelijk moeten gaan trekken. Moeten kijken wat is dan de dollarprijs daarvan. En als we het hebben over technische analyse overigens, en daar komen we later in deze cursus op terug. Ja, dan zal je alles tegen de dollar moeten uitrekenen. Dus dat kan wel wat verwarring zorgen. Maar koop jij eigenlijk alleen op basis van spotposities? Dus op basis van ik koop een munt en dan wil ik laten staan en dan wil ik kijken wat hij over 5-6 maanden doet. Dan zit je met deze basisversie meer dan goed. Dan hoef ik je ook niet verder de geavanceerde optie uit te leggen met betrekking tot de exchange. Dus dit voor wat betreft de munten. Dit is de munten, zijn de munten die ik bijvoorbeeld heb. Cosmos, wat Polkadot, Cardano en zo dadelijk. Ik zie dat ik hier nog mijn euro te goed is €33. Dus daar kan ik straks nog munten verkopen, wil ik dat doen. En hieronder zie je eigenlijk alles wat je kan doen. Je kan dingen instellen. Je kan de transactiegeschiedenis zien. Je kan eventueel vrienden uitnodigen als je dat wil. Je kan de support bereiken. En je kan ook direct hieruit uitloggen. Dus dit is de basis die je hebt voor wat betreft Bitfavo. Dan komen we bij het geavanceerde gedeelte. Dus dit is eigenlijk de exchange zelf. En hier kan ik zeg maar kopen en verkopen. Nou, je ziet ook wat ik ter beschikking heb. Dat is €33. En die kan ik kopen of verkopen. Je kan ook zien als ik wat wil verkopen. Dan moet ik dus echt even kijken wat ik nog in mijn rekening, op mijn rekening heb. En dat zou betekenen dat dat daarin dus mijn munten kan verkopen tegen een bepaalde prijs. Als die die prijs zeg maar halen. Dus stel dat ik nu op basis van, even zien. Ik wil bijvoorbeeld Bitcoin kopen. En ik wil dat doen op, even kijken, 0.001 Bitcoin kopen. Dan kan ik zien wat de prijs daar is die ik daarvoor wil doen. En ik wil een kooporder plaatsen. Je ziet dat ik hierin dus een kooporder plaats of een selorder kan plaatsen. Dus ik kan hem hoger of laag zetten, zeg maar. Dus dit is wat dat betreft een tool om zeg maar direct iets weg te zetten. En aansluitend kan je hierin dus de prijs bepalen waarin je dit dus wil kopen. Dus stel dat mijn prijs nu 1 is, en dan zie je dat hij dus daar naartoe gaat. Dus ik kan deze helemaal verschuiven naar onderen. En dan zie je dat dit dus de prijs is die ik wil kopen. Mijn quantity is 0.001. En de totale fees zijn dus dit. Dus dit is het bedrag wat ik dus betaal. Nou, ik heb €33, dus dit zou zeg maar dus kunnen. Zoals nu op continue druk, dan staat hij erin en wordt hij dus paars. Nu moet ik hem nog confirmen. En nu zien we dus dat hij daarin dus goed wordt. Dus als we teruggaan naar 15561, dan koopt hij hem dus hier. Dus dit is een limit buy. Die zet ik hier dus op die weg. En dan verwacht ik dat het dus hoger gaat. En zo koop ik dus
op advanced manier, dus op de exchange manier, koop ik dus mijn Bitcoin in. Dus dat. En ik kan natuurlijk ook een andere order wegzetten. Dus deze heb ik staan. Ik kan nu bijvoorbeeld met dat gedeelte ook nog eens 0.0001 of 2. Dat kan niet eens. Even zien. Ik heb niet genoeg, zie ik. Maar je zou dus meerdere orders onder elkaar kunnen zetten. En dat geldt niet alleen hiervoor, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor een andere. Dus stel dat ik Solana wil kopen, dan wil ik bijvoorbeeld 1 Sol kopen. En op de prijs van, weet ik veel, 9 euro. En dan zie ik dat dit dus zeg maar... Dit is het totale inclusief de fee die ik betaal. Dus ik betaal 3 cent aan fee. En ik confirm hem. En dan zet ik hem zeg maar hier weg. En dan zie je ook hier wat ik krijg. 1 sol als we dus hier voorbij gaan. Dus dat is eigenlijk hetgeen hoe je heel simpel die orders wegzet. En hier kan je ze ook direct eigenlijk cancelen als je dat wil. Dus ik cancel hem ook gelijk direct hier. En dan zien we dat hier in de meldingen beneden, zien we dat dus zeg maar ook. Dus datzelfde doe ik nu even met Bitcoin. Die staat er nog en die cancel ik. En nu zie je ook hier rechtsonder het bericht dat die gecanceld is. Dus zo simpel werkt eigenlijk deze exchange. En zo kan je dus niet direct munten kopen, maar ook munten die voordat ze op een support komen alvast je orders wegzetten. Dat je op support een munt bijvoorbeeld koopt. Dus dat is eigenlijk de achterliggende gedachte van die exchange. En hierin kan je dus heel simpel ook zoeken. Ik kan bijvoorbeeld hier ook Atom zoeken, ik noem maar wat. En dan zit ik gelijk eigenlijk op die Atom Exchange en kan ik dus gewoon ook hierin kijken. Ik kan hier mijn, grafiek kan ik aanpassen naar de tijdframe die je graag wil. En dan zien we dus hoe dat eigenlijk werkt en waar je dus support of resistance eventueel ligt. Maar nogmaals, dit is puur een grafiek voor Bitfavo op de Eurochart. Ik zou ten alle tijde altijd TradingView gebruiken wat dat betreft. Dus dit is even in een nutshell de Bitfavo Exchange. Of in ieder geval de Bitfavo Exchange. Ik heb je laten zien hoe Bitfavo eigenlijk werkt, hoe je een account aanmaakt en hoe je een munt weg kan zetten op de exchange. Dus hoe je daarin dus die kan wegzetten op support. En de volgende video gaan we praten over het kopen van een crypto munt op Bitfavo en we die aansluitend gaan versturen naar een andere exchange, naar Bybit, hoe dat precies werkt met wallet adressen en dat soort zaken. Goed, dankjewel voor het kijken van deze video en ik zie je graag terug bij de volgende video. Doei doei.